De accu is leeg. Wat duur ik nu dan? Yeah! En nu die dat niet snappen, die begrepen het niet. Wim Vrijns, de Willyboard Frequent van Pakstad. Wat? Smullen met Wim. Ja, beste kijkers, smullen met Wim. Onderweg, maar nu zijn we echt onderweg. En waar zijn we onderweg? Nou, als u kijkt, de contouren van Amsterdam zijn al duidelijk zichtbaar. We zijn op weg naar Amsterdam. We zijn op weg naar Paradiso. En wat is er nou in Paradiso? Nou, in Paradiso zal ik u vertellen. Er is vanavond een Limburgse avond. En niet zomaar een avond, nee, een hele bijzondere avond. Alle grote artiesten uit het Limburgse muziekgebied, die zijn er aanwezig. Lex Uiting, Frans Pollux. Wat hebben we nog? Erwin! Oeh, lekker! Dan hebben we natuurlijk ook Beppiers erbij. De Schientaler zijn erbij. Wat hebben we nog erbij? Ik weet niet wat allemaal. Maar het gaat heel leuk worden. Het gaat heel gezellig worden. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Oh ja, en by the way, de grote attractie, Hein Simons. De Heintje is ook van de partij. Ik zou zeggen, we maken er een leuke dag van in Amsterdam. We gaan naar Paradiso. Op naar de Limburgse nacht. Kom op! Lekker, zo lekker. Wat kom ik hier tegen? Ja, onderweg naar Amsterdam, ja. Paradiso, here we come. Ja, zeker. Ik wou eigenlijk met de helikopter gewoon. Maar ja, toen belde ze me op en toen zei ik ze wel, even een interview. Ik zei, een helikopter, landen met de zooi gek. En slecht voor het CO2. Zij dan met hoe dat is te blijven. Ja. Kom op. Daar was toch gek van, hè? Daar word ik hartstikke gek van. Daar is toen een carnavalshit van maken. Nee. Daar hou ik me gaan en me bezig met dat flauwekul. Erwin, maar nu vandaag, Amsterdam, Limburgse avond, in Paradiso. Wat moet ik me toch van vuur stellen? Ik heb het programma gezien en geloof me, dat wordt echt te gek. Het is goed verkocht. Het is ramgoed verkocht. Echt goed, ramgoed verkocht. Ze zien het op Ticketswap, zien ze nog proberen keertjes te krijgen allemaal. Helemaal, jongens, pech, toesblieven, te laat, goed verkocht. Maar we zien erbij wel. We zijn van de partij, ja, natuurlijk. Ja. En ik vind het leuk dat ik de hier onderweg zomaar ergens in de middle of nowhere bij de lucht tegenkom. Ja, en zal Bommel wel zitten voor haar. Ja. Met de kinger, hè? Alles. Ja, ja, ja. Alles krom en eraan. Alles krom en eraan, ja. Ja, dan gaan we voor meteen de vakantie ervan bonken. En wie lang moest ze zingen? Volgens mij heb ik een nummerke of drie van mijn eigen. Heb je nog iets speciaals vandaag? Nee. Ik kon de lui verrassen. Nee, gewoon vol erop knallen. Qua stumbus doe de beste. Ach, zie hoe dat ook keurt. Dat weet ik zeker. Die heb je gedronken in de noten, geloof ik. Tuurlijk. Zo lekker. Heerlijk. Door gewoon voor. Amsterdam voor gewoon. Voor gewoon. Ik stap de wagen in, want ik moet op die taal zien, manneke. Voorzien was ze. Hey, voorzien is dadelijk. Jongens, tot de strijna. Groetjes. Hoi hoi. Amzo, onverwacht. Achter de brokken piloot aan. Adieu, hè. Bis in Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Ja, groen. Alles live? Ja, goed. Goed? Ja. You do a good job here. I do something for you. Thank you. Yeah. Then you must play some music. Yeah. Where you come from? Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Oh. Yes, it's winter. It's cold. Yeah. Cold. Waarom? Waarom? Waarom niet Bulgaria? Niet Bulgaria? Niet eten? Niet arbeid? Vergeet alles. Mag muziek. Yeah. Alles komt goed. Oh. Mafia, Mafia, The Godfather. Hey,
I'm gonna make you an offer you can refuse. Nou, we toch eenmaal in Amsterdam zijn, hebben we van de nood maar een deugd gemaakt. We zijn ook eens even de Begijnenhof binnengelopen. Ja, hier, 20 meter achter de huizen, daar ligt de Kalverstraat. Een mensenmassa, een lawaai, ik weet niet wat allemaal. Maar hier is gewoon serene rust. En voor de Limburgse avond hebben ze speciaal een beeld van Beppie hier neergezet. Is toch leuk voor die Amsterdammers? Ik verheug me er al helemaal op in dat paradiso. Ja, we zijn niet op de wereldkampioenschappen kunstfluiten, maar deze meneer is wel een kampioen. Ja, dat is één probleem. Mevrouw, mijn kinderen zijn weggelopen. Alleen mijn hond die komt steeds terug. Lach er maar om. Als u de fluit dan weg doet en de hond? Ja, dan komen die vrouwen weer terug. Daar heb je ook niks aan. Hoe is het met de verkoop? Loopt een beetje? Alleen is verboden, hè? Waar komen jullie vandaan? Uit Limburg. Uit Limburg, en het fietsen? Ja, tuurlijk. En met een waterfiets, hè? Met een waterfiets nog wel. Allemaal die sluizen, daar word je gek van. Moet je eens horen. Hij is zelfs Amerikaans. Oh. Ja, ze willen er nog eentje. You're from the United States? No, I'm from Australia. Syria? Australia. Australia? Yes. From down under? From down under. Unbelievable. Yes. What is a nice looking woman like you doing in Holland? Vacation? Buying birdies. We've just been on a 14-day scenic river cruise from Budapest. Ah. Yeah, we got it. Okay. Then get another birdie by this nice man. Yeah. I am. And for a few euros more, he go with you. And she promised me not to whistle to the Dutch man. Oh. She promised me. Has she tried one out? Yes, sure. No, I didn't try. I bought one for my grandson. Okay. And so I'm buying one for my other grandson. So his parents will never talk to me again. Have a good vacation. Thank you. Enjoy yourself with the birdie man. There was a movie called The Birdman from Alcatraz. This is The Birdman from the Culver Street. You're from China? Yeah. We're from China, yeah. You're coming over here to Holland? Yes. Is it so terrible there? Yes, it's still Then still we must happens. Stop it. We must stop it. Yes. We hope that hopefully we'll stop in the future. With now more and more people know about this, yeah, the persecution of Falun Gong. And still many people don't know. You see that the media, they're always silenced, yeah. They're not helping, they're not saying anything, yeah. You know that, yeah. And you only and come to Holland, you go to Belgium, France? No, we stay here, here and then we raise awareness, yeah, outside the city every day, yeah. And about the persecution of Falun Gong, yeah. People should believe in Communist Party, not Falun Gong. And Falun Gong have done nothing wrong, only exercise, yeah. It's 5 seconds exercise. It's no danger to anyone. Only improve your health. Is it like yoga? Your mind. Yeah, something like that, like yoga, like Qigong, Tai Chi, yeah. I wish you a lot of luck. Yeah. You do a good job. Thank you. Meisjes uit Heerlen. Gezellig. Kom ik jullie zomaar tegen? Wat gaan jullie doen? Jullie gaan naar de Limburgse avond. Wij gaan naar Leed van de Paradiso, Limburg, Beppie, alles gaan we. En jullie maken er gewoon een lekker lang weekend van? Ja, we blijven wel slapen. We kunnen niet meer naar huis gaan. Niet meer naar huis, nee? Dat is onverantwoord. Onverantwoord. Dat gaat niet lukken. Oh. Hey, maar ze hebben een tekeurs en tekeurs en is uitverkocht. Ja, dat voor Limburgse avond in Amsterdam. Dat las ik, ja. Ja. Geweldig, hè? Geweldig, hè? Bij Limburgers in Amsterdam. Maar zorg wel dat jullie op tijd klaar zijn met shop en een beetje geld overal voor de consumptiebonnen, hè? Ja, dat gaat wel lukken. We hebben genoeg meegekregen. En de dure straat is in die kant op. Zijn we geweest. Ja. Dus er is niks meer te halen. Daar hoef je niet meer naartoe. Ja, nou zijn er weer zeebellen. Als ik zeebellen zie, dan denk ik maar één ding. Dan denk ik aan West Ham United. En die zingen altijd I forever blowing bubbles. Dan zie je altijd die zeebellen. Volgens mij is die mevrouw van West Ham. Stond ik hier op het Leidseplein en wat kom ik hier tegen? Ja, de Emil. De sandwichman. Nee, de Emil. De sandwichman. Frans Pollux. We zijn voor twee dingen. We zijn hier met Limburgs Leed. Ja? Met de allerartiesten. We zijn vandaag één grote familie. Eén grote familie. Ja, geen allemaal jaloezie, geen Nee, haat, we doen het allemaal samen met allemaal live samen, band, ja. Live muziek, live gezongen. Dat is dan geweest als je dit uitzendt op 28 oktober. Ja. En dit is op 19 januari 2020, want dat is Frans Pollux. Nou, dan regelen we een kaartje en dan kom je daar met je vrouw kom je naar ons kijken. Ja, kun je dan ook regelen dat er nog meer mensen komen kijken? Ja, Frans kan optreden, ik kan optreden. Dat regelen in Carré. In 19 januari, in Carré. Geen Mickey Mouse, in Carré. Nee. Hé, maar wat gaan we doen vanavond?
Met het eigen orkest? Met of nee, Bart Slok orkest met zijn samengesteld orkest. Wij zingen drie liedjes samen, wat nu wat we samen hebben. Amerika wat we samen geschreven hebben. Hier, sorry, hier even, kom hier even mee. Ik heb altijd al gedacht namelijk dat dat een soort van gelijkenis was. Ja, zoek de 10 verschillen. We doen maar liedjes samen in ieder geval. En nog meer artiesten. Beppie Krawisser, Schintaler is, Hardewig Mierzister. De man van het Schwalbenlied. Heinz Simons. Die ken je heel goed. Ja, heel goed. 60 miljoen platen verkocht. Ja, oh, je bent vaak op Morris net, hè? Ik ben vaak in Nederland 60 miljoen. We hebben samen gevoetbald. Hoe is die Hein dan? Topper, ja, topper. Samen gevoetbald? Waar heb je samen gevoetbald? Ja, bij Hein. Die had een eigen voetbalclub. Ik weet wat de positie was van Heintje Simons. Stopper. Stopper? Nee, die was spits en een goeie. Dat maakte goal aan de lopende bal. Stopper. Dat zou ze bij VVV nog kunnen gebruiken. Ja, nou, ja, maar bij Roda kunnen ze niet betalen. En, gis, en, ja, en dan gaan we samen liedjes zingen. Ja. Limburgse liedjes. Dus het is eigenlijk Hallo Limburg in Paradiso. Ja. Godverdomme. Nou, ja. Nog wat een eer. Heb ze het bloemenhummen bieden? Het bloemenhummen? Nee, mijn vrouw heeft geen anders goed gezocht. Zoekt die vrouw dat dood? Ja, ja. Ik vind het altijd zo mooi, dat is altijd zo'n van die mooie bloemen. Nou, ik bel hem nu op. Ik zeg van dat een vriend van RTV Parkstad, dat hij dat zegt, dat zal ik zeggen. Hé, wat geeft het worry, jong? Keileuk. Ja? Keileuk. Ja? Ja. Maar dat heb je al vaker gedaan, hè? Ik, dit is misschien wel de 24e keer dat ja. Ik gestaan. Ja, ja. De eerste keer was ik 19. Och, dat meen ze niet. We hadden met Zimmerman, ons eerste bandje Zimmerman, hebben we in een half jaar 6 keer op donderdag gespeeld. Toen hadden ze voor veelbelovende Limburgse bandjes, of nee, uit de provincie, dat hoort Rocking Thursday. En dan speelden we steeds afwisselend met andere bands, ene donderdag in de morgen mochten we dan spelen. En één andere band waren normaal, daar ken ik Benny Jolien van. Oh, wat leuk! Ja, en 4 juli volgend jaar sloot ik hier af met de Amsterdamse Tramharmonie. Moest dan een tramkeertje kopen of een entrykeertje? Nee, ja, met de tramkeertje is korting. Hé jongen, maar wat geeft het horen? Geet gewoon de vonken ervan afleggen? Ja, volgens mij wel keileuk. En, hey, ik speel met Ilka Koken. Ilka Koken. Echt waar? Ja, ze dachten van wil ze 3 liedjes spelen. Ja, ik zeg, ik speel er 2 zelf. En 1 liedje met Ilka Koken. Oh, wat leuk. Dat is... Vergun het huren dan? Ja, we gaan het huren. En dan is de gemiddelde leeftijd is ook met 50 jaar naar onder omdat Ilka je speelt. Blow some smoke, hey Rastaman, make some noise, come on. Ja, dan moest eens kijken wat mijn gingen van de reling hing. Er was niet zeer ziek, Anton. Nee, nee, ik stond op het punt om druver her te springen. Maar dan dacht ik, stop, ik heb RTW Parkstad. En ja, dan moest ik me vastgrijpen, want hier is de gracht. Ik stond op mijn roeiboot. Wie de heilige Jezus. Op het water, op van het Nazareth. Water. Ja, maar jij verstaat niet wel. Op de Paradiso, ja. Hé, hey, Ton, maar even gedankens. Vandaag Paradiso. Wist je met die Janse Baggerband? Nee, met Henk. Met Henk door. Zingen we al de liedjes van ja, de Janse ja, ja, tenminste, dat ja, doen ja. Henk ja, en Ton, ja? Ja, Henk ja, ja. En Ton, jawel. Ja, ja. Hé, hey, maar leuk. Het eerste keer of heb je hier vaker gestaan? Ik moet heerlijk zeggen, ik heb ooit eens met een Angerska-bandje hier in Paradiso gespeeld. Onder de Luifel, maar op het hoofdpodium hebben we nog nooit gestaan. Maar dat is, ja... Ik weet niet wieveel dat ze interviewen, maar Paradiso is toch wel het ultieme, denk ik, ja, ja. Wat ik... Ja, natuurlijk, op Pinkpop podium heb ik ook eens gestangen, maar buiten Pinkpop is dit toch wel het ultieme wat ze kunt bereiken, denk ik, als Limburgs artiest. En toen best wel helemaal hot, jongen, ik zie dat een uur vooral voorbij komen, hè? Ja, we bestaan die 40 jaar en we hebben die theaterconcerten. En die theaterconcerten zijn bijna overal uitverkocht. En ja, er is weer, ik weet het niet... Maar dat is ook wel animovuur. Jullie staan hier, levert het iets op? Kun je nog zieltjes winnen? Absoluut wel. Jawel. Jezus heeft er overwonnen, hè? Hij heeft overwonnen, hij is opgestaan uit de dood. We krijgen heel veel gesprekken altijd. We gaan door. De Heer Jezus brengt zichzelf naar ons toe. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Ja. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Ja. Komt tot Jezus, mensen, open je hart. Maar we zien heel gebeuren, mooie dingen gebeuren. Echt waar, ja. We spreken mensen echt aan. Nou, dat doen we goed. Positieve mensen hier. Ook naar de coffee shop. Positieve mensen, amen. Praise the Lord. Ook naar de coffee shop, want dan moeten ze wakker worden. Want ze zijn verblind door de duisternis. Amsterdam voor Jezus. Ze hebben Jezus echt hard nodig, want Jezus is de geneesheer. En die herstelt de mensen weer. Dus dat hebben ze nodig, ze hebben hoop nodig. Zou die mij ook nog kunnen herstellen? Ja, zeker, ja, als je naar hem toe gaat. Amen. En bidden, hè? Bidden tot Jezus. Ja, ja. This is not the end of the world, this is the second coming of Christ Jesus. Thank you. It's not the end of the world. Hey, succes. Jesus is coming. Jullie zijn een verrijking in mijn kennis gekregen. Ja, hele goede avond. Goedenavond, dankjewel.